Zo, so, ja. Yeah. Mensen, superleuk als jullie er zijn. Ik voel me de lockdown-pianist hier. Ik was hier namelijk in juni ook, toen het allemaal weer open mocht. En vandaag mag het weer opnieuw open. En heel toevallig stond ik geboekt in de Piet Hein Eek, maar is het hier naartoe verzet. Het is dus een hele eer. Superleuk dat jullie er allemaal zijn, alle 30. Maar het wordt ook gelivestreamd, dus ook de mensen thuis welkom. Ik heb zojuist een aantal nummers gespeeld. Ik weet niet meer precies welke, maar er zitten wat oude nummers tussen. Maar ook wat nieuwe werk wat in de lockdown is uit mijn hoofd is gekomen en min of meer is opgenomen. En dat komt morgen uit, mensen. Dus mocht je er vanavond geen genoeg van krijgen, dan kan je morgen gewoon opzetten. Ik ga verder met wat ouder werk wat ik ook hier overigens heb opgenomen in de zomer van 2018. Van het album Atraxia. Veel luisterplezier.
Dankjewel mensen. Ik dacht net tijdens het spelen van, het klonk misschien net een beetje alsof ik mezelf als lockdown pianist, maar daar ben ik natuurlijk hartstikke blij mee dat ik hier mag spelen. Dus allereerst de organisatie, super fijn dat jullie gewoon in barre tijden gewoon zoveel mogelijk open zijn en muzici een podium geven om te spelen, want dat houdt ons toch een beetje ja, van de straat, of in ieder geval, we hebben wat te doen. Dus hartstikke fijn dat jullie je nek uitsteken. En over het nieuwe werk was ik misschien net ook nog iets te vlug. Dat is een digitale release, zoals het dan tegenwoordig heet. Dus je kan hem helaas niet kopen. Maar je kan hem wel luisteren. Wat wel te koop is, is het album wat ik dus wat wel heel mooi uitgelicht is. Ook een applausje voor de lichtman. Dat is echt ja, heel mooi. Ja, ja. Dat, daar heb ik ook wat nummers van gespeeld, maar daar staan ook wat elektronische composities op. Dus de voorkant heb je gewoon rustig dinermuziek en de achterkant is voor daarna. Maar dat is zeker het luisteren waard, zou ik zeggen. En het is helemaal proof, want er staat een QR-code erbij, dus je moet wel je telefoon erbij hebben. Maar goed, ja, uiteindelijk kom je gewoon voor de muziek. Ik ga nog een paar nummers spelen en ik wens jullie allemaal ook vast een fijn weekend en tot de volgende keer weer.